Nog een bot? Ja. Nou, dit is zo te zien wel van een groter dier. Dit lijkt me geen mens. Maar dat was gisteren wel anders. Tijdens een rondje met zijn hond vond Co duidelijk de resten van een menselijk lichaam. Dit was wel heel herkenbaar als van een mens. Ja, wat denk je dan? Dat is een mooie vraag. Wie is dit geweest? En dat vraagt de politie zich ook af. Direct na de vondst wordt het strand afgezet en start de politie een forensisch onderzoek. In het dorp zijn er genoeg theorieën over het lijk. Ja, het is een Noorman, dat was de eerste die ik hoorde. Ja, en er hebben zich natuurlijk hier ook zat afgespeeld op de kust. De Fransen zijn hier geweest, de geallieerden, de eerste geallieerden. Die zijn weliswaar niet hier geland, maar er is hier wel rondom flink gevochten. Ook in het dorp zelf, in Wijk aan Zee. Co hoopt dat de ware identiteit van het skelet snel gevonden wordt. Rond de Noordzee zijn natuurlijk ontzettend veel vermiste personen. En daaromheen hangt heel veel verdriet. Die mensen die hebben geen lichaam wat ze kunnen begraven, afscheid van kunnen nemen. Het verdriet sluiten. En als we hier één gevalletje hebben die we wel kunnen afsluiten, dat zou mooi zijn.